Rick van Duivenbode, stroeve start vandaag, veel frustratie op het gezicht. Je kon het niet helemaal omzetten, pas in de laatste leg viel het eindelijk een beetje. Waar kwam die frustratie vandaan voor het thuispubliek? Nou, omdat het niet goed was. Je wil juist 110 gemiddeld gooien en voor mijn gevoel was het 78 gemiddeld. Dat was het uiteindelijk niet, maar ze voelde het wel. Je kwam laatst op Eurotour kwam je op een interview over je pols te spreken. Hoe staat het nu met de pols? Ja, het gaat elke week beter, we zijn nog niet klaar. We gaan wel echt richting het eind. In de wedstrijd heeft het sowieso geen effect meer op mijn gooi. Alleen in je hoofd heeft het nog wel effect. En dat heb gewoon een nasleep omdat je niet weet. Je vertrouwt niet meer helemaal op je arm. En ja, je gaat er ook toch iets anders van gooien. Dus ja, het is gewoon een beetje aanpappen. En als het op de Grand Prix maar goed is, zo heb ik het gewoon een beetje. En alle toernooi tussenin, dat is dan meteen nemen we maar voor lief. En elke ronde die winnen is fijn. Morgen, Gary Anderson. Nou, zoals we weten, als jij je beste spel speelt, wordt het een mooie pot. Wat verwacht je eigenlijk van Gary? Want die hebben we weinig gezien. Hoe moet je je daar dan op voorbereiden? Ja, daar heb ik niet zoveel mee. Hè. Je kan je nooit voorbereiden. Het enige wat je in de hand hebt, is je eigen spel. En je eigen voorbereiding en je eigen focus. En wat een ander doet, heb je niet in de hand. Als hij met 110 opkomt dagen, zou ik 110 moeten gooien. Komt hij met 90 op dagen? Ja, dat maakt allemaal niet uit. Dat heb ik niet in de hand. Ik moet gewoon zorgen dat ik morgen beter gooi dan vandaag. Ik vond vandaag bedroevend slecht. En het was nog wel 92 gemiddeld. Dus je moet gewoon zorgen dat je richting die 100 gaat. En dan heb je tegen iedereen altijd een kans. En dan is het net soms een 12 erom te breken. Of hij breekt een 12. Dat is net hoe je dat pareert. Dus ik ben niet meer. Wat dat betreft, je kan je niet voorbereiden op wat een ander gooit. Je hebt alleen je eigen spel in de hand. En dat zal beter moeten morgen. Moet beter, Dirk. Succes morgen. Dank je.